gaan inderdaad zo meteen de D-Room Challenge doen van Denise. Toen zij aan het rad draaide en het thema heelal kwam eruit, toen dacht ik al meteen... Ik heb hier een idee voor. Dus dat gaan we zo meteen doen. Ik zie trouwens, ik heb natuurlijk al die kitpakketten geïnstalleerd. Ik zit in de bouwmodus en ik zie op een kavel van die kleine glinsteringetjes dat de kavel schoon is. Miss Divi! Ja, Miss Divi is geabonneerd. En Miss Divi is weer terug moderator op Twitch. Ze was voorheen ook moderator, maar is een tijdje inactief geweest op Twitch. En toen was ze een VIPje. En nu is ze weer helemaal back. En dus ook weer terug in team. Dus welkom terug in team, Miss Divi. En je mag een vlaggetje kiezen. En roze erbij. En Epica. En ik zie inderdaad, Sharon krijgt ook nog wat van me. Sharon was een winnaar met mijn 1000 volgers stream. En toen had jij subje gewonnen, maar je had echt, wat was het? 5 minuten daarvoor je subje verlengd. Dus dan krijg je die ook nu meteen. Dan starten we ook echt een hype train. Dan start ik zelf mijn hype train. Dat vind ik wel een beetje gek. Komt ie aan, Sharon? Allemaal subjes. Ja, meteen een feestelijke opening. That's right. Tada, daar is jouw cadeautje. Moet ik alleen nog even wachten op Björn. Björn moet zijn cadeautje ook nog claimen. Maar gefeliciteerd, hier heb je dan eindelijk een maand later jouw prijs. Miss Didi gaat voor roze. Ik had het kunnen weten. Epica met zijn belachelijke lange naam gaat op groen. En Sharon wil ook roze. Hey, Jiska zegt, was even nieuwsgierig wat je ging doen vandaag, maar ik lees het al. Ja, handig hè, die commands en zo in de titel. Het past, Epica, het past. Maar eerst, even kijken. Hier hebben we Miss Divi in het roze. Het is extreem 's avonds hè, belichting is even wat anders, maar hij is roze, ik beloof het. Dan hebben we, daar komt hij hoor, Epica. Kijk eens hoe klein. Maar het past. Het past gewoon. Dankjewel, Jiska. En hier hebben we... Sharontje. Hoe het met mij is? Ja, ik zeg elke keer zijn gangetje. Ik heb mijn goede dagen en op dat soort dagen ga ik lekker filmen voor YouTube, voor Twitch. Ik heb zo mijn pyjama dagen en ik heb soms dagen ja, dat het gewoon echt niet leuk is. En dan ga ik gewoon lekker serietjes kijken of zo. Maar in het algemeen, ondanks de omstandigheden waar we allemaal in zitten, gaat het oké. Okay. Nou, er is in ieder geval weer lekker veel ruimte. Dus ik ga jullie erbij prikken. Ja, die staan erbij. De achterste rij. Op z'n drie. Met z'n drieën naast elkaar. Het past ook maar net. Ja, je gaat niet weer je naam wijzigen. Hè? En er nog meer aan toevoegen. Want dan word ik gek. Ja, oké. Okay. We gaan dus zometeen de D-Room Challenge van Acinet doen. En dat is een bouwchallenge van haar. Waarbij zij dus een shell maakt. Alleen dan niet een shell van een huis. Maar slechts een kamer. En dan krijg je een thema. En dan moet je die kamer dus met dat thema inrichten. En voor de rest mag je zelf bepalen of het een slaapkamer wordt. Of een woonkamer. Of een keuken. Of een hobbykamer. Dat mag je maar zelf weten. Zolang het maar klopt met dat thema. Het thema dit keer... Kimpul hart, kimpul molen, bril, kimpul groet, kimpul pan, kimpul vlag. Oh, hier zat ik stiekem wel een beetje op te wachten. Ik wist dat voor Annette het elk moment eraan zat te komen. Maar dit liedje is langer. Als je precies 1 jaar geabonneerd bent, dan krijg je een langer liedje. Annette! Jongens, Annette is mijn allereerste subje. Dat is informatie waarvan ik nu al zeg, onthoud dat. Maar ze is nu 1 jaar. Jij bent de eerste met 1 jaar. 1 jaar gewoon. Annette, joehoe. Sharon, sst, sst, het is een geheimpje. Annette zegt, woep, woep, ik houd het al 1 jaar met je uit. Eigenlijk langer, want jij volgt me al vanaf mijn YouTube, toen ik nog op YouTube streamde zelfs. Dat is ook informatie die je moet onthouden. Maar, welke kleur vlag wil jij, Annette? Het is gewoon 1 jaar. Ik heb alle kleuren in de aanbieding, dus laat het maar weten. Wat vind je van het liedje? Wat vind je nu van de melding? Dat als je precies 1 jaar bent, dat het deuntje anders is. Ik kan je vertellen, vanaf 13 maanden wordt het deuntje weer hetzelfde als de eerste. Alleen dan, zeg maar, als mensen abonneren, dan is het deuntje, de eerste paar seconden van het liedje. Als mensen precies 1 jaar abonneren, dan is hij zeg maar bij de bridge ergens. En als mensen langer dan 1 jaar geabonneerd zijn, dan is het hetzelfde deuntje als bij het begin. Alleen dan ergens in het refrein. Dus dan hoort die mannenstem er ook bij. Annette, ga je dat na 1 jaar nog vragen? Oh, Epica, zijn Zweedse vriendin, komt gezellig langs. Dat is leuk. Oh, Sharon, houdt notities bij. Oh! Hey, goede avond. Die is voor Annette. Goedenavond, Joyce. Welke vlag wil jij? Ik ga nu trouwens zeggen, ik ben normaal redelijk snel met het bouwen van een kamer.
Over een uur worden mijn boodschappen bezorgd. Dus of we zijn dan klaar, of we gaan even tussendoor met een pauze dan. Ik hou het bij op de app. Ik ga niet zeggen waar die nu rijdt, want dan weten jullie waar ik woon. Maar ik kan heel mooi zien waar het autootje nu rijdt. Ook een roze. Het wordt druk in het land van de roze vlaggetjes. Gaat nu weer straks zijn dat roze de eerste is die op gaat zijn? Ja, het picknick inderdaad. Maar ik ga niet zeggen waar die nu rijdt. Eerst die van Annette met gewoon een 12 aan de achterkant. Hè? Niet normaal. Die van Joyce. En die gaan we erbij steken. Daar is Annette. En daarachter zit Joyce. Dank jullie wel voor jullie subjes. En Annette, dank je wel al voor 12 maanden op rij. Ja, boodschappen zijn erg belangrijk. Vooral omdat er ook vriezerspullen tussen zitten. Dus als de boodschappen worden bezorgd en we zijn nog niet klaar met de kamer, dan doen we even pauze. En dan zal ik in ieder geval de spullen van de vriezer alvast opruimen en dan gaan we de kamer nog afmaken. Maar ik denk, ik meld het alvast, want ik had niet verwacht dat er nu gewoon een hype train zou worden gestart. En dat we nu nog bezig zouden zijn met subjes. Ik denk, ah, uurtje live en dan ben ik op tijd klaar voor de boodschappen. Hoi Daniel, welkom. Maar we gaan dus de challenge doen van Denise. Laten we er meteen... That's right. Oh. That's right. Yeah, nee! Ja, yeah, wat doe je nou? Foei! Dat mag niet. Je krijgt er nog één van mij. Als ik kom bij je wonen, Epica, wat fijn. Maar Björn, foei. Ah, en de puppy van Roos heeft na 2 maanden zijn zusje gezien. Björn, jongen. Nou, welke kleur vlag wil je? Sorry, ging niet expres. Heb je hem op automatisch verlengen staan? Nou, dan moet je me dus over een maand helpen herinneren als je subje dan echt verlopen is. Want ik kan geen subje geven aan iemand die al gesubt is. Je zet het uit. Als je zeg maar op Twitch zit, dan zie je helemaal rechtsbovenaan, zie je jouw profielfoto. Daar klik je op, dan krijg je zo'n menuutje. Dan klik je op abonnementen. En dan kan je dus zien op wie je allemaal geabonneerd bent en waar die verlopen is. En dan is er ergens... Dat moet ik even openen, want ik heb het net nog gedaan namelijk. Want ik wil ze altijd handmatig verlengen. Ja, dan klik je op abonnementen. Dan zie je dus op wie je geabonneerd bent. En dan moet je dus op het tandwieltje klikken. En dan abonnementsniveau wijzigen. En dan dus zeg maar... het verlengen uitzetten. Het heet dan abonnement stopzetten. Je zet dan niet het abonnement wat je dat dan al hebt stop. Maar dan verlengt hij niet meer over een maand. Anders kan ik nooit je prijs geven. Maar wel lief. Ja, Prime subjes die verlopen wel gewoon. Die moet je inderdaad handmatig doen. Maar als je zelf een abonnementje afsluit, dan doet Twitch dus automatisch verlengen. En als je dat niet wil, dan moet je dus zelf in je abonnementsettings dat elke keer aanpassen. En iedereen die meegedaan heeft met de high train krijgt nu een niveau 1 emote. Dus laat hem zien in de chat. Dankjewel, Sharon. Ik zat voordat ik ging streamen, zat ik nog even met Annette ik al. En toen zat ik nog, oh, het ziet er heftig uit. Omdat ik ben wat over of onderbelicht. Kijk, ik kan het nu... Het is minder heftig met licht. In het donker... Het is donkerder. Het lijkt donkerder nu op cam dan dat het daadwerkelijk is. Hier is het subje van Björn. Het vlaggetje van Björn. Dragon Warrior Björn 31 met een 7. Steken we jou er ook bij. Ja, en dan dus over een maand, hè. 18 april. Kan je me helpen herinneren? Je zit erbij. Enige. Ja, je bent de enige in het rood. Bianca is de enige in het geel. Ah. Gaan we gezellig weer binnenkort in call, Sharon. Dat is heel lief, Epica. Oké, zullen we dan nu echt beginnen? Anders komt die kamer nooit klaar. Hier is Pulspand. Die heb ik getoerd, dus die is klaar. Ik moet nog even wennen met de camera, want ik heb de laatste tijd Anno 1800 gespeeld. En dan is... Ik ga nu met mijn muis naar rechts, ga je naar rechts. Ik ga met mijn muis naar links. Bij Anno is het dus precies andersom. Dus ik ga nog een beetje lopen klooien daarmee. Ja. De kavel staat op het Origin account van Denise, Asian at Twitch. Altijd fijn hè, als spellen dat doen. Waarom kunnen ze niet gewoon dat je in settings dat zelf kan bepalen? Dan kan je gewoon alles hetzelfde instellen. ik wil een ruimte. Ja, dit is dus de kamer die zij heeft gemaakt. Want ze doet ook altijd zelf haar eigen challenge. En zij heeft dus een hobbykamer gedaan. En toen zei ze nog van, oh, dan gaan waarschijnlijk vet veel mensen een slaapkamer doen. Of een hobbykamer. Dus toen heb ik al gezegd, oké, ik ga geen slaapkamer doen. En ik ga geen hobbykamer doen. En ze had ook al gezegd, waarschijnlijk gaan heel veel mensen deze gebruiken. Dus die ga ik ook niet gebruiken. Heb ik ook beloofd. Die heb ik gezegd, dat beloof ik niet, want die is te leuk. Maar we gaan hem dus downloaden. Als je hem dus, als je dus ook wil meedoen, is het Origin ID Asianet Twitch. En je kan hem ook vinden met hashtag Droom, hashtag Asianet en hashtag Asianet Twitch. Even kijken, de regels. Je mag dus zelf het type kamer bedenken zonder de vorm te veranderen. De deur moet blijven staan. De deur mag niet vervangen worden. Ik weet wel dat je de deur van kleur mag veranderen. Ik weet niet of ik dat ga doen. Ramen mogen zelf kiezen en toevoegen. En je mag alleen lage muren in de kamer zelf toevoegen. Geen normale muren, want het is de bedoeling dat het één kamer blijft. En we hebben de tijd tot met 31 maart. Het is nu 18 maart, dus mooi op tijd. Oh, wacht. Deze moet even slopen.
Wie polsband. Opnieuw. Downloaden. Zo. En dit is geen pulspad meer, maar dit is een drone 3. Ja, wat gaan we hiermee doen? Eerst even lamp ophangen. Dan kunnen we zien wat we doen. Verlichting. Ja, ik heb dus mijn computer begin maart gereset. En dus alles weer geïnstalleerd. Dus het spel denkt dat alles nieuw is. Overal staan stelletjes. Dus dat wordt zoeken. Even weer weg en weer in. Kijk, nou is het weg. Zo. Zo, kunnen we zien wat we gaan doen. Even kijken. Oh, Misty wil hem ook nog graag doen. Ja, en Epica gaat ook meedoen als hij de tijd heeft. Dan misschien kan je hem samen met je vriendin doen. Heb je meteen iets leuks om samen te doen. Speelt zij ook de Sims? Ook even dat glinstering uitzetten. Ik word er nu al priegel van. Doei. Zo. Oké. Past wel natuurlijk bij het thema heelal. Dat het sparkelt. Maar nee. Ik wil een eetkamer gaan maken. En voor degenen die erbij waren met ho ho ho. Ik heb toen op een gegeven moment heel veel kaarsen neergezet. Maar niet op een platform. Maar die heb ik laten zweven. En dat heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld met Harry Potter, die eetzaal. Heb je ook allemaal kaarsen die zweven. En het is natuurlijk het thema heelal. En in de heelal heb je niet altijd zwaartekracht. Dus dat wil ik gaan doen. Ik wil wel de eettafel gewoon neerzetten, dat je hem kan gebruiken. Maar ik wil dus een zwevende kaarsjes. En ik wil in eerste instantie even een donkerblauw behangetje. Gewoon neutraal, echt weg met die sterren. Donker. Is hij nog donkerder ergens? Nee, hè? Nee, dit is niet mooier blauw. Dit is groen. Die hebben allemaal plinten, dat wil ik niet. Even kijken. Een vloertje. Wat voor vloertje gaan we doen? Zal ik dan ook voor een zwarte vloer gaan? Oh ja, dus die deur zwart is dan eigenlijk wel mooi. Beetje een versleten vloer. Nee, ik vind die andere mooier. Of visgraatvloer, komt die in zwart? Nee, ik vind dit meer. Dit lijkt net tegels, joh. Oeh, dat was iets te ver. Oké. Hoi Ashlyn, welkom. Een eettafel. Oh jongens, gaan we dit alles doen? Met alles? Ik denk dat het handigste is om... Oeh, hier de eettafel. En doen we hier ramen. Hier weet ik nog niet wat ik ga doen. Het is zo'n gek hoekje. Uitroepteken droom, Ashlyn, in de chat. Hoi, M. Ik denk dat ik hier... Hier doe ik de eettafel. En doe ik dus hier ook al die kaars in de muur. Of aan de muur. Of ook niet. In de lucht. En hier doe ik wat ik ook met Ho-Ho heb gedaan. Die slaapkamer, weet je? Of nee... Wat zeg ik nou? Die kaars heb ik gedaan met Spooktober. En die lampjes heb ik met Ho-Ho gedaan. Dus dat wil ik hier ook gaan doen. Ik weet alleen nog niet wat voor sfeertje... Oeh, gaan we voor zoiets? Het is wel perfect, want het is Star Wars. En Star Wars is ruimte. Gaan we voor Star Wars tafel? Maar dan moet er eigenlijk ook andere vloer. Want nou is de laminaat eronder een beetje gek. Oh. Ik vind het wel briljant eigenlijk. Het is een pakket die je voor de rest niet zo snel zou gebruiken. Dus misschien is het juist leuk om hem dan nu te gebruiken. Maar aan de andere kant... Nee, ik wil dan niet deze stoelen. Ik twijfel dan nog over die tafel. Maar met die kaarsjes ga je toch een beetje een meer... sprookjesachtig sfeertje neerzetten. Dus ik twijfel nog even over die tafel. We gaan wel even de lampjes doen. Dat is een muur die ik toen ooit een keer heb gedaan. Dat vond ik zo tof. Dat zijn de lampjes van Ecologisch Leven. Waar zitten ze?
Ik zie hem niet. Of zijn het van die lampjes die je zelf moet maken? Daar heb ik zeker een cheatcode voor nodig. Dat zal het vast zijn. Een cheatcode. Even kijken. Hidden objects, zou dat hem zijn? Ja, dat is hem. Zo handig, hè? Streamback. gaan we op haar naam meedoen? Zij... Oh, jouw vriendin heeft Star Wars. Oké. Klein. Klein. Zo. Wat gele tussen. Ik zal ze zo een beetje kriskras neerzetten hoor. Hij pakt hem nu natuurlijk op het raster. Wat blauwe. Oeh, die niet. Die komt straks. Zoiets. Oké. Okay. Dit is toch tof als je dit hebt. Alleen, ja, ik ga natuurlijk niet mee spelen in gameplay. Ik hoop niet dat die kamer dik overbelicht wordt zometeen. even kijken. Er kan hier nog wel een witte. Dat doen we een beetje zo. Zoiets. Hier mag ook nog wel een blauwe. Zal ik een keer een rode tussendoor doen? Je hebt ook wel van die planeetachtige kleurtjes en zo. Ja, vinden jullie het tof? Zoiets. Het lijkt net alsof er een soort van achtje in staat. Dat is niet de bedoeling. Sommige kunnen ook dichter bij elkaar, dus bij echte sterren ook wel, ja. Zal ik anders sommige ook een tikkeltje... Nee, dat is te groot, dat vind ik jammer. En hij kan niet kleiner dan dit. Doen we nog een paar witte... Hier. Hé, hey, wordt dit blauw, haha. En hier. En doen we nog een gele... Hij kan niet lager dan dit. Wat is dat nou weer jammer? Ja, dat vind ik wel jammer. Dat is niet kleiner kunnen. Dan had je... Dan was het nog toffer geweest. Van die kleine... Sparkle dingetjes. In het midden moeten er ook nog een paar extra, hè? Zoiets. Hierboven moeten er ook nog een paar... Oh, oranje. Dit is ook wel een goede kleur. Nou, de sterrenmuur is klaar. Ja, leuk. Ja, leuk. Oké, ja, ik twijfel dus over de eettafel, want ik wil dus zometeen kaarsen gaan neerzetten. Of neerzetten, ophangen, oh, laten zweven. Zitten die hier trouwens bij? Dit zijn ook van ecologisch leven. Of zitten die bij hier? Valt het onder creatief? Kaars. Kaars. Even kijken. Kaarsen in diverse verlichting. Nee, die niet. Kaars. Tafellampen. Diverse decoratie. Nee, ook niet. Ik maak een eetkamer. Waar zitten die zelfgemaakte? Is dat debug? Dat zou best debug kunnen zijn. Dan moeten we die dus bewaren voor het einde. Ja, dan moet ik dus nu een keuze gaan maken over een eettafel. Wil ik die?
Of wil ik een wat meer liefdevoller sfeertje hebben? Omdat die kaarsen... Ja, kaarsen kunnen het een romantisch sfeertje geven. Het kan ook een meer spooky sfeertje geven. Dus vandaar dat, het, dat ik het toen ook gebruikt had voor Spooktober. Zijn er nog andere tafels waarvan ik denk dat kan ook leuk zijn? Dat is meer een buitentafel. Oh ja, dit zijn die... Nee, een beetje gek. ja, ik weet het niet. Ik vind die rode ook wel tof. Met een, wat voor kleedjes hebben we in de aanbieding? Flamingo's, roze, groen. Plumbopjes. Niks met sterretjes. Beetje jammer weer. Ja. Of die tafel, die is ook wel tof. Die komt ook in een 2-variant, toch? Deze. Of komt die alleen in een hele lange? Rode tafel, rode kleur van Mars. Ah, jongens, twijfel komt Kim weer in actie, hoor. Ik vind deze, denk ik, te... Ja, die vind ik passen. Nee. Ik zit hier allemaal te kijken hoe ik een tafel aan het uitkiezen ben. Glazen tafel? Ik weet niet. Nee, geen glazen tafel. Of in ieder geval niet zo een, want deze is bijvoorbeeld wel heel tof. Komt die ook in een 2-variant? Of een 2-tegel-lang, zeg maar. Nee, hè? Waarom zijn alle mooie tafels niet in de kortere variant? Die is ook lang. Ja, die is dan wel kort, maar die vind ik zo hoekig. Ik vind die andere toffer, maar die komt natuurlijk alleen weer in het lang. EA, please. Want als ik die pak, het wordt gewoon te krap. En je mag de muren niet veranderen. Dus deze had ik wel heel tof gevonden. Ja, weet je, ik ga het gewoon weer aan jullie vragen. Miss Divi, weet je nog hoe je pol moet maken? Ik zet je meteen aan het werk. Deze kan ik misschien ook wel. Ik weet de kleur nog niet zeker. We gaan 3 tafels doen. slash poll in de chat. Ik heb 3 tafels in de aanbieding. Even een stukje zo naar voren. Ik heb een tafel van Star Wars. Ik heb een tafel van Ecologisch Leven. En een tafel van Belevend Samen. Voor de kijkers, dit is de Belevend Samen tafel. De Ecologisch Leven tafel. En uiteraard de Star Wars tafel. Jullie mogen zeggen welke we gaan nemen. Help me kiezen. Ik weet het niet. Jessica zegt, oeh, ik weet hem al. Oké, ik ben benieuwd. Zo passen ze alle... Ze hebben alle 3 wel iets. Want Star Wars is natuurlijk ruimte. Dit is natuurlijk rood. En dat vond ik wel heel grappig dat Jessica dan het marschapje maakt. Deze geeft dan weer een beetje meer een spooky sfeertje. Wat dan straks weer bij de kaars heel goed gaat passen. Maar de poll loopt. Laat maar weten welke tafel we gaan kiezen. Jullie kunnen stemmen. En dan... ga ik ondertussen wel even kijken voor een mooie servieskast of zo. Dat kunnen we hier wel doen. Staat er bij, het kan misschien ook bij opbergruimte staan, hè? Kledingkast kan ook, want het kan zogenaamd een voorraadkast zijn. Al is een kledingkast misschien wel een beetje gek. Het is dan wel weer jammer dat je in dit huis dan geen... Je mag geen volledige muren neerzetten. Anders had je bijvoorbeeld ook nog zo'n kast kunnen doen. Dit is ook een toffe kast. Dit kan ook van alles zijn. Je kunt borden en zo in liggen. En schalen. En dan kan je in die open gedeeltes nog iets neerzetten. Dat vind ik een tof idee. We gaan denk ik die kast pakken. Eén van die. Want ze komen ook nog in kleurtjes. Met wit. Ook met rood.
Dus ik vind dit wel een toffe kast om daar in die hoek te plaatsen. De ecologisch leventafel heeft gewonnen. Dus dag bleef het samen, dag Star Wars. Het wordt ecologisch... Nou, pak hem eens, jongens. Het wordt de ecologisch leventafel. En die is rood, maar dit is net... Ja, rood op rood, willen we dat? We gaan voor zwart. Even kijken voor stoelen ook. Comfort. Het is gelukt. Yay! Goed bezig, Sabrina. Ja, dan wil ik wel andere stoelen dan deze. Deze horen erbij, maar ik wil wel iets meer... misschien niet van Paranormaal. Die komen ook in toffe kleuren. Van Paranormaal vind ik het wel jammer dat we niet echt een fatsoenlijke eettafel hebben gekregen. Je hebt een kleine ronde, maar niet iets wat... Want die stijl is zo leuk. Ze hebben zoveel leuke spulletjes daarin gestopt. Daar had ik echt wel een lange eettafel van willen hebben. Oh, of gaan we voor zo'n fancy... Maar ja, dat past totaal niet bij de tafel. Nee, laat maar. Het moet tikkeltje fancy, maar niet te... Dit is met riet. Dit is te... Bij oma bezoek. Ja, dit is hout. Nee. Wel, je moet wel lekker kunnen zitten. Gaan we voor een vampierstoel? Zo daar. Oh, dat kan wel. Eén zo'n... grote stoel. Ik zou dan niet weten welke kleur. Heeft dan ook te maken met de andere stoelen die ik ga neerzetten. Maar dat heeft ook wel wat. Eén zo'n grote. Ja, wat ga ik er dan verder nog bij zetten? Deze hebben kussentjes. Maar die vind ik denk ik ook weer te modern. Ik hoor weer een helikopter. Waarom? Gisteren vloog er ook al 's avonds laat een helikopter rond. Ja, ik twijfel weer. Kind de twijfel komt. Of die. Deze zou op zich wel kunnen. Is er een kleur die een beetje past bij de tafel? Alsjeblieft, dankjewel. nee hè? Ja, of, ja, maar dat is weer zwart. En we hebben een rode tafel. En dit is een ander type rood. Die is voor de baas van het heelal. Ja, dat vind ik een hele goede reden dat die stoel daar staat. Nee, ik ga gewoon deze pakken. Ik weet het anders ook niet. Deze komt in zoveel kleuropties. Er zit wel iets bij wat past. Nou, voor een lichte ook. Nou, hallo, stoel. Ja, dank u. Het is alleen zo'n gekke mismatch, hè? Ja, zwart zit wel in de vloer. Maar ja, ik weet niet. Ik heb een lichtbruine eettafel met lichtbruine stoelen met witte zitting. En dit is lichtbruin met soort van oranje-rood. Dit is dan ook lichtbruin. Dit is meer wittig. En ik vind het meer... Nee. Oh! Gaan we voor zoiets? Je moet nou, kijk, deze stoel past op een of andere gekke manier toch bij die tafel. Ook al is dit ecologisch leven en dit komt uit vampieren. En dan moet ik ook nog eens een stoel erbij vinden die ook past bij de tafel. En die past bij de heerser van het heelal stoel. En die van Jungle Avonturen. Waar zie ik Jungle Avonturen? Jungle Avonturen, Jungle, 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 Jungle. Jungle. Deze. Ja, die vind ik best wel modern. Er zitten ook niet echt kleurtjes bij waar ik heel gelukkig van word. Die vind ik dan heel goed passen bij de tafel, maar niet bij de... Ja, 1 uur doen over een stoel. Deze vind ik dus heel goed passen bij de tafel, maar totaal niet bij die heerserstoel.
eten. Deze zou een optie kunnen zijn. Ik vind dit wel iets. Dit is een beetje een soort van rood, maar net niet rood. Dit is roze, maar ook weer niet helemaal roze. Ja. Oké, we hebben hier nog ramen nodig, want ik wil echt een soort van serre. We hebben nog echt nul ramen in deze kamer. En aan de ene kant past het ook alweer, wat heelal. Maar, of misschien moet er eerst een andere stoel. Ja, dat zou ook nog kunnen. Dit vind ik wel een heel tof raam. Oeh, hij komt met een blauw swatch. En andere ramen die ik ook heel... Oeh. Wat is waar? Beleef het samen heeft glas in lood. Met paars. Gaan we die hier doen? Draai eens om. Kijk dan, hoe tof. Alleen is het weer een witte frame, hè? Een witte kozijnen. Joe. Zwarte kozijnen komt met het rood. Ja, dat past dan wel weer beter bij die tafel daar. Oeh. Grijs. Daar kan ik ook wel mee leven. Een beetje grijs-bruinig. Maar ik weet dus andere ramen van... hoe heet dat pakket? Magisch Rijk. Die hebben ook altijd hele leuke patroontjes. Maar die heb ik aan de andere kant wel weer gebruikt in de eerste droomkamer. Oeh, echt zo'n torentje. Maar ja, dit is een beetje gek als je maar één kamer maakt. Het is heel tof om dit te gebruiken als je echt een toren hebt hoog in de lucht. En een eetkamer plaats je toch wel vaak op de begaande grond. En je kan de ramen niet kleiner maken, want dan krijg je zo'n raar gat in de muur. Dat is jammer. Gaan we deze met van die printjes ook? Ja. Come along with me. I'll show you. Er zitten maantjes op. Dat is het heelal. En paars. Kim is blij. Ja, want ik zat dus te denken aan deze. Maar die is dan wel weer heel groot. Ik zou ook eentje kunnen doen. Ik zet hem even hier neer. Want ik weet nog niet wat ik hier wil gaan neerzetten. Stel dat ik één muur wil gebruiken. Dan kan ik ook bijvoorbeeld zeggen ik haal die weg. En ik zet eentje bij een van die muren neer. Dat vind ik ook wel een optie. Wat ik ook nog kan doen is die hier neerzetten. En die daar neerzetten. Dat is ook nog een optie. Dat is misschien beter. Dan heb ik meer ruimte hier om nog wat te doen. Even kijken, draaien. Nee, dit is de buitenkant. Oké, de binnenkant. Misschien haal ik deze ook nog helemaal weg. Ja, ja, inderdaad, Jessica, precies wat je net zei. Oké, we hebben een eettafel. Dus het is officieel nu een eetkamer. We hebben hier een kast. Hier kunnen nog wat leuke dingetjes inzetten met decoratie. Laten we beginnen met rommel. Even eruit en erin. Oh ja, ik heb natuurlijk debug en zo aangezet. Dus we hebben allemaal... Hebben jullie ook iets met een sterretje of zo? Ik zie een kat. Ik zie een schele pompoen. Spookjes. Uiltjes. Een kotsende pompoen. Een bange pompoen. Hij heeft wel maanoogjes, maar nee. Nee, we gaan niet voor een pompoen. Oh, ik wil dat ene lampje nog gebruiken. Het is een kinderlampje. Deze. Oh. Die kan namelijk heel tof licht schijnen. Of hang ik hem wel daarboven? Een wolkje daar. Die kan volgens mij van die hele toffe sterretjes, zeg maar, schijnen. Dat is die, toch? Want ik zie voor de rest geen andere waarvan ik denk dat het hem is. Oh, wacht, ik zie hem al. Weg jij. Ik had de verkeerde. Ik wil die.
En dan doen we hem laag. Zetten we die kast ervoor. Roze. Hij mag ietsjes hoger nog. Zo. Kijk, Tom. Ja, dan wil ik er eigenlijk wel meer naast elkaar. Dan moet hij ook helemaal af. Dan moet die hele muur sterretjes zijn. Zo. En doe die middelste wel geel. Oeh. Oké, ik vind dit al echt een leuke kamer worden. Oh, jij gaat er een keuken van maken, Epica. Ook een leuk idee. Dat is wel handig. Dan kan je volgens mijn eetkamer erbij gebruiken. Dan heb je een keuken en een eetkamer. Oké, ik vind dit serieus heel top. Dan wil ik spulletjes in de kast. Sfeerverlichting, ja. Ik denk dat ik dit idee serieus een keer vaker ga gebruiken. Dan gewoon iets die lampjes blokkeert. En dat je dus echt gewoon alleen dat effect op de muur hebt. Ik vind het echt heel leuk. Wat kunnen we nog gebruiken? Wat voor kaarten zitten hierbij? Zit er hier iets met ruimte bij? Ja, dit is kerst, maar er staan sterretjes op. Oeh. De oud en nieuw. We doen het niet. Oké. Even kijken, waar zijn mijn boodschappen nu? Het is al in mijn woonplaats, maar er zijn nog bij andere mensen. En dan een koffiepakket. Veel dingen in de kast. In. Erin. Oké, kast aan de kant. Het zweeft. Daar was ik al bang voor. Eentje omlaag. En terug. Nou komt het deels door de plank heen, maar dat maakt me niet uit. Het staat in de kast. Volgens mij had ik ooit een keer sterretjes voor op de grond gevonden, maar ik weet het serieus niet meer waar. Sterretjes voor op de grond? Ik weet wel dat je ook zo'n lampje wat ik nu hier heb, dat je daar ook zo'n uiltje van hebt. Zo'n tafellampje. Wat kunnen we nog meer? Ja, pannen en zo is meer een keukending. Wat is dit? Onoverbrugbare verschillen theeplikken. Die gaat wel automatisch in de kast. Waarom? Maar ja, die past daar wel goed bij. Dus we die even aan de kant zetten. Iets meer zo in de hoek. Kijk, dan past het er allebei in. Dat is logisch. Hier doen we met blauw. Je bent het alleen toen tegengekomen en je weet nu niet meer waar je het had. Annette, dat heb ik zelf ingesteld. Annette zegt, oké, heel random dit, Kim, maar Twitch kent je echt goed. Ik zie nu dat er sinds kort bij streamers die live zijn een aangepast kleurtje rondom de foto zit. En bij jou is het paars. Misschien is dit al een tijdje, maar het valt me nu pas op. Dat is iets waarvoor je kan kiezen. Je kan zeg maar een kleurtje kiezen in je settings. Er zijn echt iets van 10, 12 kleuren of zo. En ik heb inderdaad paars gekozen. Borden! Yes! Ik vond die blauwe van het begin wel mooi. Hier met groen. Het geeft een beetje een mooi kleurtje. Dat weet ik veel. Ik ben geen streamer. Hoe vaak ben je al wezen kijken? Ik heb dat echt al maanden. Oh, ruimte. Heelal. Daar moeten we een... Die gaat erop. Dat is toch perfect? Joe,
Welke hebben we nog meer? We hebben ook nog deze. En we hebben dus nog deze. Nee, dan vind ik die daarop staat wel heel tof. Maar een ruimteschip. Het is thema Halo. Hoort een ruimteschip in. Oh, dat kunnen we ook nog doen. Ja. En... nou, laten we daar één van doen. Maar je hebt toch ook van die robots die met Star Wars zijn gekomen die iets voor je kunnen doen? Of was dat met... je hebt van die robots die dingen voor je kunnen doen. Oeh, we hebben er nog meer. Oh, wacht eens even. Ja, dan gaan we niet voor een blauw natuurlijk. Als we nog maar kleurtjes hebben. We hebben een oranje. We hebben een beetje een wittige. En ik zie dat we... oeh, dit, zijn dit ze? Nee, dit is ook speelgoed. Ja, jammer. Jij wordt vervangen voor een paars. Studentenleven, oké. Okay. Wat is dit? Profielen in de kunst. Oh, jeetje, Mina, hallo. Hoe klein kan jij worden? Niet heel klein, jammer. Kijk wat we nog meer hebben. Een anti-beestjes. Betenbeestjes. Niet in de kast. Kast aan de kant. Terug. Welke kleurtjes kom jij nog meer in? Hang voor die rode. Zo. Oh, hij zweeft. Zo. Nou komt hij er half doorheen, maar dan is het gewoon een kleiner flesje. Jammer. Ja, volgens mij is het inderdaad studentenleven. Die bot en zo. Dat lijkt me ook wel iets ruimteachtigs. Dat je die dan in... oh, die zouden we hier in de hoek kunnen zetten. En een Roomba. Dit is vooral creepy dingen. Wat is dit? Een First Order karakter chip. Nee. Deku-plant. Oké, die wil ik daar op een tafeltje hebben. De bescheiden snoeppot. Op de eettafel. Zielrestjes. Oh. Kijk voor die. Gaan we voor die zwarte. Zo. Daar ligt een restje ziel. Even kijken. Je hebt in Star Wars ook een robot, maar die helpt alleen voor afleidingen, et cetera, missies. Kijk. Miss Divi. Is een Star Wars... Niet een Star Wars expert, dat is wat ik wou zeggen. Maar een Journey to Batuu expert. Want zij heeft voor Town of Plumbles de review geschreven. Dus als je die wil lezen, moet je maar even op de site checken. Dit hele Star Wars pakket is wel ideaal. Voor thema heelal. Niet daar naar achter klitsen. Niet zo vervelend doen. Zo ongeveer. Nee. Zo ongeveer. Nee. Zo ongeveer. Ja! En hij zweeft ook nog eens niet. Ah, hij komt alleen in het rood, maar vind ik niet erg. Ik vind hem een mooi kleurtje. Oh, we hebben ook nog zo'n doos. Nee, ik ga wel voor die driehoek. Nou, dan hebben we het hier wel een beetje gezien qua deze decoraties. We hebben ook nog diverse. Een rokende krater. Ja, dat kan ik nergens kwijt. Ik zet hem even buiten, want we weten nog niet wat we met die hoek gaan doen. Maar het heeft wel iets. Wacht, ik heb er een idee al mee. Wacht maar, ik heb al een idee. We gaan weer even wat in elkaar puzzelen. Komt deze nog in leuke kleurtjes? Nee. Oké.
Oké, ik wil een klein tafeltje. Het liefst. Met pootjes een beetje in het midden. Dat is natuurlijk weer te veel gevraagd. Zo leuk, hè? Dat je dan heb je een idee. Maar dan moet het ook nog kunnen. Dat is altijd een beetje het ding. Is het mogelijk wat ik wil? Oh nee, ja, jammer. Het blad verklein niet mee. Dus bij deze dan schrijf ik hetzelfde probleem. Oh, die dan weer wel. Ja, ik zat eigenlijk te hopen op een roltafeltje met gewoon in het midden een poot. Misschien een krukje? Hebben we dat bij krukjes? Oh, ja. Oké, die gaan we doen. Nou, ik wil jou pakken. Ik ga jou... Hallo? Rokende krater. Komt mooi hier. Of zal ik die in de hoek zetten? Nee, dus die koepant mag wel lekker naar buiten kunnen. Kijk, een soort van. Zo. Koepant moet kleiner. Kan dat? Nee. Zo sneu dit. Oké, koepelplant kan niet kleiner. Zweeft. Tuurlijk. Oh. Oh, dit is ook interessant. Hebben we dan ook een zwarte frame? Yes. En hoe klein kan dat ding worden? En dat is gek, hè? Hij is niet symmetrisch. Oeh, hallo, deur. Nee, we doen hem wel gewoon in zijn glas. Oh, dat is het raam. We doen hem wel normaal. Zo. Gaat het lekker walmen zo om die koepelplant heen. Arme koepelplant, zeg maar, is die ook nog. wie heeft er trouwens een ideetje voor wat we daar gaan doen? Dan ga ik weer hier verder zoeken bij decoraties. Of ik toch iets zie. De ziel hier neer. Zo. Nou, als dit geen heelal is, dan weet ik het ook niet meer. Een paasei met sterretjes. Tuurlijk. Ik kan daar nog wel tussen. Zo. Past toch helemaal? Oh ja, we hebben ook nog. Dat is ook een dingetje. Die posters. Wat hoeks. Dankjewel, Miepukki, voor de hartaanval. Welkom. That's right, that's right. That's right, that's right, that's right. En dankjewel, Kaat. Welkom, mensen, welkom. Hoe was je stream, Miepukki? Wat heb je gedaan? Ja, ik weet trouwens wat je hebt gedaan. Je bent Miepukki Shells gaan toeren. Waren het leuke inzendingen? Ja, raid. Kaat, jij mag een kleurtje kiezen. Welke kleur wil je hebben? Ik zal wel even de vlag command. Ja, jij knalt er ook nog even bij. Geel. Nou, is Bianca niet meer de enige met geel. Komt Kaat erbij. Maar heb je leuke inzendingen gezien, Miepukki? Kaat met een 9. Gewoon een Twitch baby. Je zit erbij. Dankjewel voor je subje. Leuk geel vlaggetje. That's right. Daarbij ook. That's right. En ik pak hem weer terug. Mahaha, was even druk bezig. Ik was net bezig om hem weer terug te zetten.
Dagmar, welke kleur? Dankjewel voor jouw subje. Ja, leuke inzendingen gehad, dat is mooi. Voor degenen die trouwens binnen zijn gekomen, we zijn bezig met de D-Room Challenge van Acinet. En dat is dus dat je haar shell van een kamer moet downloaden en dan in moet richten met een thema. Thema heelal. En de kamer die we aan het inrichten zijn, is een eetkamer. Dus daar zijn we mee bezig. Meepukje gaat voor geel, roze, blauw, rood, groen en paars. Paars heb ik niet. En je noemt alle andere kleuren, dus dan ga ik gewoon grabbelen. Groen. Je krijgt groen. Nee, er is nog geen verkleedpartijtje geweest. Spaar me alsjeblieft. Ik moet zo de deur nog open doen. Meepukje Games. 10 maanden. Omri, hoe is het? Omri. Hoe is het, Omri? Ja, hij heeft mijn plekje op de bank alweer ingepikt. Oké, hier komt jouw vlaggetje, Dagmar. Groen voor Meepukje Games. Je zit erbij. Leuk dat je er was, Britt. Tot de volgende keer. Ja, en inderdaad, de Epica's naam past gewoon op een vlag. Het is me gelukt. Hoe is het met jouw liefste tweelingzus? Die krijgt zo meteen boodschappen. Dus ik ga even kijken waar die nu is. Als ik zo kijk, dan is er waarschijnlijk nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen voor me. Nou, gaan we weer naar de kamer. Omri wil ook meedoen. Ja? Oké, dit is de kamer waar ik mee bezig ben. De eetkamer met het thema heelal. Dus we hebben al die lampjes van ecologisch leven hier opgehangen als sterretjes. We hebben hier dus een eettafel met een stoel voor de heerser van het heelal en dan nog 4 andere stoelen. We hebben allerlei leuke decoratiedingetjes. Dingetjes die passen bij een eetkamer, maar ook dingetjes die passen bij het thema heelal. Sterretjes hierachter. We hebben een koepeland hier neergezet en er ligt hier een ziel. En als mensen nog ideeën hebben voor wat ik in dit hoekje kan droppen, laat het me weten. Op wat ik op dit moment wil doen is op dit hoekje. Je hebt van die experimentele maaltijden die je dan kan laten inlijsten. En deze bijvoorbeeld, dat is toch net iets wat wel bij het thema heelal past. Wat ik alleen jammer vind is dat je de frame kan je alleen met gameplay krijgen. Dus maar ja, dan maar geen frame. Maar ze zijn gewoon te leuk om niet te gebruiken. Deze past ook heel goed. Maar ik wil er 2. Dus ik moet even kijken of er voor de rest nog iets is. Die lijkt te veel op eten. Ja, zal ik voor die lichten gewoon gaan? Het is niet zich symmetrisch met die tafel. Maar ja, dat kan ook niet. Het is een beetje gek. Ik kan even kijken voor een kleedje trouwens. Wat is dit? Oké, sneeuwpret. Vandaar dat ik het niet herkende. Oh, ik kom nog in kleurtjes. Even kijken. Ja, maar het is allemaal gras met steen. Laat maar. Zo. Hebben we iets geks. Ja, je kan even niet de gang op, meneer. Je bent ontsnappingsgevoelig. Het is jammer dat die kleuren niet... Dat je die niet altijd kan kiezen. Dat bepaalde kleuren met bepaalde vormen te maken hebben. Mos. Ja, maar mos in de ruimte. Ja, maar nu is de deur dicht, dus nu moet hij daar zijn. Ja, net lag hij te chillen op de bank, niks aan de hand. Maar nu moet hij daar zijn. Nee, dit vind ik dan weer too much. En te makkelijk, denk ik ook. Zo'n occultring, nee. Ja. Dit soort. Dit is dan weer net een ander rood, hè? Oh, daar. Dit is dan oranje, dat zou wel passen. Ik heb ook nog dit soort dingen. Dit vind ik ook wel interessant. Ik weet niet of je hem ziet, alleen trouwens. Zijn de lijnen? Daar. Nee, je ziet het niet. En als ik die ene verpak met dat oranje, waar is die?
Nee, dat is de stoel. Vlag. 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 Het is geen vlag, het is een kleed. Ja, laten we dit doen. Lekker gek. Oké. Had iemand al een ideetje voor dat hoekje? Even kijken wat iemand heeft gezegd. Nee, nog niks. Wat gaan we in die hoek stoppen? Ja, je hebt dus inderdaad die dingen van studentenleven. Die robots. Dat valt het onder kennis. Komt het door de muur heen? Nee! Hier ook niet. Maar wat gaan we daar dan stoppen? Dan doe ik dat raam wel weg. Dan wordt het echt een vreemd hok hier. Maar wat gaan we hier dan stoppen? Dan wil ik daar dat andere behang. Dat spikkeltjes behang. Deze. Dit is toch briljant? Ja, Jessica, ik vind het ook lastig om te bedenken wat we daar gaan neerstoppen. Maar ik vind dit ding dus echt briljant. Die komt uit aan het werk. Ja. Ik heb een keuze voor jou. Een ananas of een flamingo? Dan een flamingo. Wat ben je van plan, Dagmar? Ik lust geen ananas. Misschien dat het lijkt alsof je naar een andere wereld kijkt. Zou ik dit dan hier neerzetten? Dat die ziel toch weer daar in de hoek komt. Oh, dan weet ik wel een hele goede muur om te gebruiken trouwens. Joejoe, kom terug. Die muur van... Die staat trouwens hier. Deze. Wat gaan we dan gebruiken? Er zit natuurlijk geen zwart bij, dus wat geeft een beetje een interessant effect? Is wel heel licht, hè? Zo. En dan pakken we die dingen van... Die wandjes. Die muurdecoraties. Daar. Waar zijn jullie? Niet de rechte, de horizontale lijnen. Ja, hij noemt het verticale lijnen. Maar dit zijn verticale lijnen, dit zijn horizontale lijnen. Ik wil alleen die dikkere. Waar zijn ze? Oh, wel verticale lijnen wilde ik. Oké, sorry. Het waren wel deze. Waar is hij nou heen? Daar. Zo. Dat wilde ik niet. Hier even hetzelfde doen. Oh, dat is wel heel donker bij die rand daar, hè? Maar dat heeft misschien ook wel wat mysterieus. Die wand namelijk... We zijn nu natuurlijk in bouwmodus, maar in gameplay gaat die altijd een beetje zo... wiebelen, glinsteren... dat soort dingen. Even kijken, de boodschappen. Hij is al in mijn wijk, maar bij... 1, 2... Er zijn nog 3 mensen voor me.
wil daar toch even... Kijk, nu zie je wel de kleurtjes. Ja, ik heb nu blauw, turquoise, een beetje roze paars en ik heb groen. Oké, dan moet ik weer terug naar hier, naar deze rommel, want hier had ik net die stenen gevonden. Dit hier neerzetten. Als de Holy Grail of zo, dat moet je vangen. Wat is dit? Die kijkt ook echt interessant. Oké, waar had ik die stenen vandaan? Ik had ze hier vandaan, toch? Ik zie ze niet meer, want ze kwamen toch hier vandaan. Oh ja, ik kwam hier vandaan. Sorry, grapje. Oké. Oh, dat is wel heel groot opeens, hè? Wacht, moet ik even dat pasje eruit halen, anders ben ik die zo kwijt. Nou, zo ziet het er wel uit alsof je naar een andere wereld kijkt, vind ik zelf. En dan hebben we dat pasje, waar hebben we die gelaten? Hier. Gaan we dan op zo'n steen zetten, nog eentje hoger. Nou zweeft hij, hè? Oeh, zo. Ja. Ik vind dit heel tof. Oké, die lamp moet daar weg. Deze lamp moet hier weg. Ik vind het zo'n toffe kamer. Dan gaan we even die bug in. Want ik wil die kaarsjes hebben. Kaarsjes, kaarsjes, kaarsjes. Ik moet half die bug doorscrollen totdat ik ze heb. Tof idee. Ja, ook met de tip van Miss Divi. Dat Miss Divi dus zegt van... ja, dat het lijkt alsof je naar een andere wereld kijkt. Toen kom ik opeens op dat idee. Hey Bianca, welkom! Nou, dan moet ik zoeken naar die kaarsjes. Ik weet ook niet of het icoontje van ecologisch leven heb. Want ik kan natuurlijk filteren op dat... Zal ik het gewoon eens proberen? Oh, we hebben hier trouwens het gedeelte met de robots. Een tuinierrobot. Een robotarm. Oh, we zijn al bij ecologisch leven. Oh nee, we gaan weer naar Star Wars. De volgorde loopt... Oh, kaarsen. We hebben ze gevonden. Het is goed zo. Ik zet eerst even buiten een zooi neer. Oh, dat kan natuurlijk niet, want het is debug. Over 9 minuten is de bezorger bij me. ja hoor, wat ga je opsturen, Dagmar? Hoi hoi. Ik krijg post van Dagmar, jongens. Een flamingo. Geen sneeuw, hè?
De sneeuw is voorbij. Het is nu bijna lente. Zondag is het lente. Ik wil geen sneeuw. Ik denk dat... Oeh, nog één. Niet te veel is. We doen even weg, want ik wil nog meer kleurtjes. Ik wil ook oranje. Ah, oh, succes Bianca. Zo. Ja, we kunnen altijd nog random andere kaarsjes doen, maar laten we beginnen met dit. Oké, wat ik dus ga doen is heel vaak op 9. Want dit huis kent geen zwaartekracht. Net als het heelal. Ik moet wel zorgen dat het hoog genoeg is, dat ze niet een kop er tegen stoten. Joep, wit. Dank u. Heel. Zo. Dit is top. En dan hangt het straks helemaal vol met die kaarsjes. Hallo, pakken. Dank u. Dat maakt het spel een stukje makkelijker als je meewerkt. Zo. Ja, dat gaat er echt gaaf uitzien. Ik heb het toen met Spooktober heb ik het ook bij een bureautje of zo gedaan. En ik vond het zo tof dat toen Denise dus aan het streamen was en het thema heelal kwam uit het rad, toen moest ik hier meteen aan denken. Want bij heelal, in het heelal heb je geen zwaartekracht. Dus toen moest ik meteen aan het idee met die kaarsen denken en ik moest meteen aan dit denken. Dit heb ik met Ho-Ho-Ho gedaan en dit heb ik dus met Spooktober ook gedaan. Geeft een beetje Harry Potter vibes, hè? Succes, Jiska, je kan het. Je kan het. Girl power. Oh, hij staat op tafel. Moet niet. Oeh, ho, ho, ho. Dat was heel ver uitzoomen. Oh, dit is heel tof. Ik vind dit zo leuk. Intussen... We gaan zo tussendoor even met een pauze. Als de bezorger er is. Deze moet iets lager. Anders staat het plafond in de fik. Dat willen we ook niet. Hetzelfde geldt voor die. Jij hangt ook te hoog. En jij hangt ook te hoog. Gelukkig leeg ze mijn ding niet. Oh, confetti. Nee, geen confetti. Geen glitter. Nee. Dag maar. Ooit, hè. Ooit komt er gewoon payback. Jij bent ook bijna jarig, toch? Nou ja, bijna. Drie maandjes. Die zijn snel genoeg hier hoor, 3 maandjes. Nee hoor, ik ben niet jarig. Zo. Oh, dit is leuk. Er moeten nog wel een paar hier achter, zie ik. Ik zit vooral voor op de tafel en ervoor. Ik kan alleen de hoogte nu niet zo goed zien. Oh, een stukje hoger nog. Zo. Ik vind dit echt heel tof. Oké, hoog. Klopt de hoogte? Ja. Klik. Het is dat het niet mogelijk is. Ja, ze zouden het dan met touwtjes of zo kunnen doen. Maar ja, touwtjes branden door. Maar dat lijkt me echt vet om ergens een keer uit eten te gaan. Die echt zo'n sfeertje heeft met van die kaarsjes in de lucht.
Heel sprookjesachtig. Of spookachtig. Dat hebben we natuurlijk. Hier gaat het natuurlijk met gameplay. Dat is wel jammer. Ze gaat natuurlijk toeren. Dat is allemaal in bouwmodus. Maar met gameplay gaat die muren gaan bewegen. Hier komt de rook uit. Dus ja. Het is net Planet Coaster met allemaal van die effecten. Die hebben toch ook rookmachines en zo. En confetti machines en glitteren dingen. Oké, hoeveel kamers hebben we nog? We hebben nog wat aantal. Boven de tafel mag je wel wat lager. Dit ziet er echt heel cool uit. Ik vind de kamer zo leuk worden. En het enige wat ik me bedacht toen het thema kwam was ik wil die lampjes hebben. Maar ik wist nog niet dat ik het zo achter die kast ging doen. Ik wist ik wil die kaars hebben en ik wist ik wil dat hebben. Maar voor de rest... Ja, en ik wist dat ik een eetkamer wilde doen. Want die zijn natuurlijk ook... waarschijnlijk gaan heel veel mensen slaapkamer maken. En dat was ook het eerste wat met de binnenschoot hoor. Slaapkamer. Of heel veel mensen gaan een hobbykamer maken. Maar ik ben blij nu dat ik voor een eetkamer ben gegaan. Klik omhoog. Zo. Ja, die raakt het plafond nog net niet. Dat kan nog. Gaat toch goed. Gaat nog goed. Hoe gaat het met mijn boodschappen? Oh, die komt er zo aan. Die is onderweg. Oké, we hangen deze nog even op. Want als het goed is... Ja, ik kan het niet zien. Mijn raam naar buiten zit... Ik zit hier tegen de muur te kijken. Daarachter is mijn keuken met het raam naar buiten. Dus ik kan het niet zien. Omhoog, omhoog, omhoog. Oeh, dat was... Oeh. Niet scrollen als je shift hebt ingedrukt. Een mooi plekje. Waar gaan we jou doen? Daar. Hier in de hoek mag trouwens ook wel een rode doen. Dankjewel, Miss Divi. Ik ben ook trouwens heel erg benieuwd wat de rest ervan gemaakt heeft. Er schijnen al wat mensen hun inzending hebben ingeleverd. Oké, ze staan voor de deur. Kaars, kaars, kaars. Oh, die is heel hoog. Nee, dat moeten we niet. Zoiets. Oké, we gaan die andere twee kaarsen zo meteen doen. We gaan nog even kijken voor wat finishing touches. Want hier moeten we natuurlijk ook nog wat hebben. Maar we gaan even met pauze. Deze pauze gaat iets langer duren dan wat jullie normaal altijd van me gewend zijn. Want degene die mijn boodschap komt bezorgen staat nu voor de deur alles uit te laden. En ik ga de vriezer dingetjes doen. Dus tot zo. Daar ben ik weer. Oh, de boodschappen worden meteen geïnspecteerd door de kat. Die mag de gang weer op. Ik heb alle koelingdingen opgeruimd. Ik heb alle vriezerdingen opgeruimd. Nou, ik weet niet of je bekend bent met Picnic of ze dat ook in België hebben. Maar het zijn van die hele kleine karretjes. En er zitten allemaal kratten in. Alles zit al in tassen. Dus ze halen het er zo uit. En ze zetten het voor de deur. En op het moment dat ik de deur opende, stond hij dus net de laatste tassen neer te zetten. En die zakken haal je gewoon naar binnen. En dan geef je je oude zakken van vorige keer mee terug. En dan hoefde ik eigenlijk alleen maar de vriezer en de koelingspulletjes even op te ruimen. Dus de rest ligt hier nog gewoon op de grond. Dat wordt nu geïnspecteerd door de kat. Omri, alles goed gekeurd? En denk, waar heb je het over? Heb ik je betrapt? Ja. ja, Picnic is dus niet zeg maar een supermarkt zelf, maar echt een bezorgservice. Dus je hebt een app en dan kan je dus boodschappen doen op die app en dan wordt het thuis bezorgd. Je kan niet... Ja, je kan wel naar locatie als je die dag niet thuis blijkt te zijn en neem je het weer mee. Dan moet je het ophalen, maar het is geen reguliere supermarkt waar je een karretje pakt en een kassa hebt en dat soort dingen. Oké, we gaan verder met de kamer. De Droom 3 kamer, het thema heelal. En dit... is waar we op dit moment nu mee bezig zijn. Pickwick. Is Pickwick... Pickwick is thee, hè, Björn? Je autocorrectie. Ja, we gaan deze twee kaarsjes nog even ophangen. Ophangen. Laat zweven. Het is zo gek iets. Je hebt het altijd met bouwen altijd over iets neerzetten. Of ophangen. Of neerleggen. En dat is dit eigenlijk allemaal niet.
Omri is lekker aan het kletsen. Oh, kletsen, ja. Omri. Nou, hij is nu een tasje aan het inspecteren. Nou, ik vind het wel tof zo. We kunnen nog wel een paar random groene ertussen doen. Dat lijkt me ook wel geinig. Ho, ho, jongens. Al die knoppen. Daar eentje. En een blauwe. Gewoon random. Toch? Oh, hij moest niet kleiner. Ja, dat is ook tof om kleintjes tussendoor te gaan doen. Maar dan ben je helemaal een uur bezig om alleen maar kaarsjes te doen. Ja, nou, de eethoek is klaar. We hebben hier verlichting, we hebben hier decoraties. We kunnen hier zitten en eten. We hebben zelfs, het is geen kleed, maar een soort van patroon op de vloer. Er ligt hier random een ziel. We hebben hier dan een kastje met spulletjes die of met ruimte te maken hebben of met een eetkamer te maken hebben. Hetzelfde geldt voor hierboven, sterretjes erachter. Koeplantje hier. Het portaal naar de andere wereld. Maar dan zitten we hier nog een beetje met een doodhoekje, zeg maar. Jarny, vet leuk, maar het past totaal niet in het thema. Herlaatbare. Nee, dat is te groot. Wat is leuk. Ik kan nog even kijken bij muurdecoratie. Want dat heb ik. Wacht, ik ga eerst even filteren hierop. Studenten. Even. Komen dan die bots tegen? De babbelbot. De radiografische quadcopter. De reparateurbot. De wetenschapsboom. Jeetje mina. Zei je nou ziel, ja? Heb jij mijn paranormale... Dit is een ziel. Een plant lost ieder probleem op. Ja, maar hierboven dan? Wat doe ik daarboven? Maar dit zijn dus die bots die je kan maken. Een tuinierbot lijkt me niet echt praktisch. Een feestbot gouden editie, wat doet die dan? Ik zet hem wel hier neer. De feestbot. Oké, okay. Terug naar gewone dingetjes. Decoratie, muurdecoratie. Die moet weg. Want het is hier nog een beetje kaal. Ik ga geen gordijnen doen, dat vind ik zonde van het raam. Batuaanse kruidencluster. Nee. Plankjes. Echte cliché dingen. Planten en plankjes. Oeh, komt deze in goede kleuren? Nou, als dat geen ruimte sfeertje meegeeft. Ik wil nog een spookje. De regenketting. Uitgekeken op regenpijpen, probeer een regenketting. Oké. Okay. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Ja, het is te laat nu voor een klok, hè? Had ik eerder mee moeten komen. Nee, jammer dan. Wat is dit? Verticale spuitstukken. Ik weet niet wat dat is. Wat doet het? Deze werken of niet? Helpt niet echt. Thanks, Strangerville. Voor deze nuttige bijdrage.
Ja, weet je, als ik denk aan een eetkamer. Ik heb nooit een huis gewoond met eetkamers. En dat is ook niet echt een Nederlands ding. Het is meer iets voor rijke mensen ding. Of in Amerika is het wel heel erg een ding. Natuurlijk een aparte eetkamer. Muziek. Als ik nu naar mijn eethoek kijk, dan zie ik er een muziek. Mijn cd-speler staat daar. Dat is niet muziek. Dat is ook niet muziek. Die. In BE zie je dat ook vaak. Aparte eetkamers. Is dat een ding in België? Deze is wel heel vet, maar dat past voor geen meter. Oh ja, vooral in oude huizen. Ja, we hebben wel van die jaren 30 woningen, waarbij dan zo'n tussenstuk zit. Dat je eigenlijk, of je hebt één hele lange woonkamer, of je hebt dan, ja, het is dan niet echt een dichte muur, maar er zitten er van die schuifdeuren in, of van die openslaande deuren in het midden. Dat je zo'n voorstuk hebt en een achterstuk. We gaan die doen. Oké. Jij gaat in die hoek. En jij gaat nu hier. Oh, je komt maar in één kleur. Echt waar? Oké. Dan wil ik... dat lampje waar ik nu niet bij kan, gaan we zo ook nog even halen. Zo, want jij hebt uiteraard je eigen glitters nodig. Oké. Verlichting. Waar is dat lampje? Hier. Een beetje zo ervoor gaan staan. Zo, nou, als hij nou niet de face DJ van de avond is. wat bedoel je met eetkamer? Echt een eetkamer waar dus inderdaad... Waar je alleen eet. Dus geen woonkamer erbij. Geen keuken erbij. Maar... ja, in de huizen waar ik altijd heb gewoond is het zeg maar altijd een woonkamer met eettafel. Ik heb nu ook een woonkamer met eettafel. Ik heb geen aparte, dichte ruimte wat een eetkamer is. Dat heb ik in Amerika wel gezien. Want ik heb 3 maanden ben ik in Amerika geweest voor uitwisseling. En daar was dus echt... Dan kwam je binnen in zo'n huis en dan had je links, zeg maar, van die open... Ja, niet een deur, maar zeg maar, dat zo open is. En dan kon je daar binnen en dan was het de woonkamer. En dan had je in het midden gewoon een trap naar boven. Of je kan er achterlangs. Daar was keuken en rechts was dan echt een eetruimte. Echt allemaal apart. Maar ik denk dat we eigenlijk wel zo'n beetje klaar zijn. Ik hoef voor de rest geen lamp op te hangen, want deze dingen... En die muur geeft ook licht... Die dingen geven licht. Die sterretjes geven licht. We hebben genoeg lampenverlichting hier. Ik zit alleen nog te twijfelen over die vloer. Maar aan de andere kant... Ja, we kunnen wel even kijken of we hier iets van een gekachtig kleedje kunnen vinden. Wat we daar neer kunnen leggen. Iets wat niet normaal... Wat zag ik hier nog? Ja. Nee, die doe ik niet. Het is al zo over de top, deze kamer. Kitty, we hebben dat zelf ook nooit gehad, maar wel een woonkamer met een eettafel plus een keuken met een tafel. Ja, dat soort huis heb ik inderdaad ook al gewoond. Dit zou kunnen. Kleiner. Met rood. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Chill. Kimpul groet. Oh, alle molenbrilletjes mochten niet. Maar welkom voor je sipje. Dankjewel voor je sipje en welkom. Oh, F. Rip in de chat voor molenbril. Maar ja, er komt er een vlaggetje bij. Jongens, het is zondag pas een feestje. Ik heb nou al best wel veel subjes gehad vandaag. Ik ben gewoon de tel kwijt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8. Jij bent 9. Vandaag 9 in één stream. Een feestje wordt daar een feestje. Groen. Gaan we voor groen. Oké, hier komt jouw vlaggetje. Je groene vlaggetje. En een 8. Je zit erbij. Dankjewel voor je zipje. Groene vlaggetje. Groen is populair. Groen en roze. Jullie zijn van het groen en het roze. Ik wou zeggen, groen is populair, maar Mipukki heeft alle kleuren gezegd. Dus ik heb gewoon willekeurig erin gepakt. Toen was hij groen. Maar dankjewel. Je komt tegen het einde van de stream binnen. Want ik doe dus de D-Room Challenge van Ace dit veel eisend weer die Mipukki. Nou hè, ontzettend. Maar ik doe de D-Room Challenge van AceNet. Dat je dus een shell van een kamer hebt. En die moet je inrichten met een thema. En het thema wat er dus dit keer uitgekomen is, is het thema heelal. En ik heb gekozen voor een eetkamer. We hebben dus dingen die bij een eetkamer passen. Dus we hebben inderdaad een eettafel met stoelen en zo. En we hebben hier een kast waar spullen in kunnen. En daar zitten ook spullen in die met een eetkamer te maken hebben. En bordjes en zo. Maar we hebben dus ook heel veel dingen die met ruimte te maken hebben. Waaronder het missen van zwaartekracht. Dus de kaarsen die zweven. We hebben hier dat experimenteel eten. Vind ik eigenlijk ook wel eruit zien als... alsof je bij een alien op het avondeten komt. En hier hebben we sterretjes achter de kast. En we hebben de sterretjes ook achter de robotstereo. En dit is natuurlijk een ruimteschip. En dit is bijzonder. En hier zitten sterretjes op. En hier zitten sterretjes op. En hier is een robot. En dit is apart. En op een gegeven moment kom ik deze wormgat generator tegen. En toen dacht ik, oh, maar wat gaan we erachter neerzetten? En toen kwam Miss Dee met het idee van... maak het alsof je naar een andere wereld kijkt. Dus dat hebben we gedaan. Van die stenen met van die kristallen erin. En dan zit hier zo'n pasje in die je er dan uit zou kunnen trekken. En we hebben die muren gebruikt van Wellnessdag. Die dus glinsteren. Dat zie je helaas niet in de bouwmodus. Deze zitten in de decoratie. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Want ik heb wel hidden objects aan moeten zetten voor deze lampjes. Dus ze vallen onder decoratie, maar misschien wel met hidden objects aan. Dat zou best kunnen. Maar ik weet nog dat het thema werd gekozen, zeg maar. En toen dacht ik meteen aan deze lampjes, wat ik toen ook in die slaapkamer met Ho-Ho gebruikt. Ik dacht meteen aan deze zwevende kaarsen, wat ik in het Spooktoberhuis heb gebruikt. Ja, en die had ze zelf ook in de stream geplaatst. Toen dacht ik, oh, die wil ik ook gebruiken. Maar ik denk eigenlijk dat we zo langzamerhand klaar zijn met de kamer. We kunnen hier wel iets neerzetten, maar ik zou niet weten wat. Wat past nog in een eetkamer? Ja, ik heb gewoon een tafel met 3 stoelen en een kast. En een cd-speler daar. Leuk dat je er was, Kitty. Tot de volgende keer. We hebben nog een interessant beeld. Slaap lekker. Ja, wat zou je verder nog in een eetkamer kunnen neerzetten? Ja, misschien moet ik toch voor een plant gaan. Omdat een plant alles oplost. Deze is wel tof. Oh, oh, dat was niet de bedoeling. Ik wilde je draaien. Zo. Ja, ik ga het dit wordt inderdaad te vol. Maar hier gebeurt van alles. En hier gebeurt van alles. En dan heb je hier op een gegeven moment alleen lampjes. Ja, Paranormaal heeft ook een toffe plant. Ja, daar komt deze vandaan. Deze is van Paranormaal. Ja, zal ik het met rust laten nu? Mijn handen ervan afhouden. Voordat ik extreem... Wat is dit? Oeh. Ja, dan gaat die snoeppot. Ik stop hem in de kast, maar ik vind die heel tof. Ho, ho, die wilde ik niet. Ik wilde de snoeppot. Ja, 9. Ach, werk eens mee, joh. Zo. Het is dan wel een gekke snoeppot, maar als ik hem eentje hoger doe, dan... Ja, ik ben bang dat hij dan gaat zweven. We kunnen het even proberen. Maar volgens mij zweeft hij er dan net boven de kast. Ja, zie je? Dat is gewoon echt niet mooi. Oké, terug. Zo. Dan is het gewoon een beetje een gekke pot. Hoi Adam, welkom. Ook al op het einde kom je binnen. Ja, ik ben blij met de kamer. We gaan hem uploaden.
Dus voor de mensen die ook mee willen doen aan de challenge van Asianet. Ga eens dicht, dicht, dicht. Zo. Dan moet je hem dus uploaden als kamer en niet als huis. Dus dan selecteer je eerst de kamer. Want als je dat niet doet, zeg maar, dan kan je die niet pakken. Dan kan je alleen huis pakken. Dus je selecteert de kamer. En dan opslaan. Hoe ga ik hem noemen? Ja, ik ga bijna stoppen. Het gaat zijn gangetje. Ik zeg altijd maar het gaat zijn gangetje. Het is een beetje een bijzondere tijd natuurlijk. Duif. Hoe had ik die... Wacht, ik ga hem eerst even... Het is een eetkamer. Hashtag droom 3. Even in de biep. Oh ja. Dinner. Even random. Oké. Okay. Ruimtes. Ik heb ooit... Droom pastel streaming gedaan. En die andere heb ik niet meegedaan inderdaad. Dus dan wordt het droom. Dinner in de stars. Past dat? Star. Nee. Een film van 4 uur? Welke film duurt er zo lang? Ik snap wel dat je een houten kont hebt, Adam. Jeetje, mina, 4 uur. Was dat die Benjamin Button? Die duurt ook altijd zo lang. Vind ik wel een hele interessante film, maar die duurt altijd zo lang. Oké, okay, wat is een naam? Sterren, iets Justice League van Zack Snyder. Oké. Okay. Die film ken ik niet. Ja, ik heb wel eens van Justice League gehoord, maar ik wist niet dat die 4 uur duurde. Wie heeft leuke ideetjes? Och jeetje. Ster, iets met eten, iets met ruimte. Iets met zweven. Namen bedenken is er altijd zo lastig. Ik had vorige keer pastel streaming. Want het was het thema pastel. Toen heb ik een space dinner. Gaan we voor space dinner. Space dinner. Oké. Okay. We hebben een naam. En dan gaan we even dit lekker kopiëren. Want ik ben lui. Zo. Space dinner. Dit wordt droom 3. Dit is een eetkamer nu. En het is niet het thema pastel, maar het thema heelal. Een ruimtekamer voor een maaltijd onder de zwaartekrachtloze kaarsjes. Mijn inzending voor de D-Room Challenge van Asianet. Zet move objects aan. Dat klopt. Nou, dat klopt die. Space dinner, een ruimtekamer voor een maaltijd onder de zwaartekrachtloze kaarsjes. We gaan hem uploaden. Komt hij op de galerij? Hoppatee, ik ben eigenlijk al benieuwd. Even gluren. Hoeveel mensen hebben al meegedaan? Kijk, ik dan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, zij is 11. Dus 10 mensen hebben nu meegedaan. Ik zie inderdaad slaapkamer hier. Dit is... Oh, dit is een hele studio. Jeetje mina, heb je dat in die ruimte gekregen? Slaapkamer, slaapkamer, slaapkamer. Ook weer een studio. Slaapkamer. Kinderkamer. Hobbykamer. Heel veel slaapkamers. Oh, dan ben ik wel blij met mijn eetkamer. Oké, okay, ik ben benieuwd. Als je het dus zelf ook wil meedoen, je kan het dus vinden op hashtag droom3. De lege kamer moet je dan downloaden. En je hebt de rest van de maand maart de tijd.
Thema is heelal. Regels staan ook in de beschrijving van die galerij-upload. Maar dit was dan nu deze bouwstream. Dank jullie wel in ieder geval voor alle subjes. Dank jullie wel voor de Rate Me Pucky. Ik maak me zorgen wat er met de post nu mijn kant op komt. Ik wil geen confetti. En ik wil geen glitters. Glitters is voor dat huis. Ja, ze vroeg opeens, Jill vroeg ze, ananas of flamingo? Dus ik zeg flamingo. Ik zeg geen sneeuw, hè, geen sneeuw. Toen zei ze, oh, dan doe ik wel confetti en glitter. Dat is nog erger dan sneeuw. Glitter kom je nooit meer vanaf. Glitter blijf je overal terugvinden. Ik vind nog steeds confetti terug van mijn verjaardagstream. En dat is alweer een half jaar te geleden. Die komt trouwens binnenkort op YouTube. Bijna, eindelijk. Ik ben een inhaalslag aan het doen. Dus mijn verjaardagstream komt binnenkort eindelijk een keer op YouTube. Voor de rest kan je me trouwens vinden op Discord. Ik heb Twitch. Tuurlijk heb ik Twitch, want we zitten nu op Twitch. Op Twitter. En, hey, hallo, laat mij eens weer... Oké, mag jij Instagram doen? Sorry. Ik zit ook op Instagram. Kijk. Ik kreeg trouwens gisteren een aantal grapjes op mijn post. Mensen, ik weet echt hoe de Nederlandse vlag eruit ziet. De vlag die ik hier heb staan is de Nederlandse vlag ondersteboven. Dat is symbolisch. Daar zitten betekenissen achter. Die betekenissen, daar sta ik achter. Dus vandaar dit symbolische en vreedzame manier om mijn stem te uiten. En diezelfde stem heb ik ook gisteren gebruikt met de verkiezingen. Dus vandaar dat die dus ondersteboven is. Ik weet echt oprecht hoe de Nederlandse vlag eruit ziet. Zondag feestje. Dus tot zondag. Doeg.